Niet. Die meneer achter hem, er stond hier, dat kon u niet zien, maar ik wel. Ik stond te wachten, dat weet jij ook niet. Nee. Want je zit voor. Er stond heel, wat was dat voor nummer zo? Er stond een man heel raar achter op een microfoon alsmaar gebogen een soort papegaai na te doen, hier achter een scherm. Ja, je hebt het goed gehoord. Goed gehoord. Ik vond het, waar mocht hij er niet voor zitten? Nou, dat doen wij op een heel andere manier. Oh, hij deed het goed, joh. Ja, hij was feilloos. Fluit ook, hè? En die pianisten, voor je die? Niet goed? Nee, was jij daar? Nee, zeg ik niet dat je niet oplet. Kijk, Willem... Nee, ik stond achter. Ik stond op die mantel. Ja, je moet nooit achterstaan. Je moet altijd een open oog hebben voor wat de anderen doen. Daar kan je van leren. Ja, ja. Dat is heel belangrijk. Kijk, dames en heren, het scheelt maar één lettertje. Bij tweeën. En 20 jaar geleden was ik ook jong en schoon, tenminste, dat hoop ik. Nou, schoon was ik altijd wel. En dan zie ik de man in actie en in alle interviews en altijd wordt gezegd... Wat zijn nou de opvolgers van Mies en Willem? En dan zeg ik altijd, dat zijn in ieder geval Willem en dan nog wel een paar kleine mensen. Je, ook altijd net de das aantrekken als je bij vader komt. Nee, de das, dat overhemd is 1 keer gewassen, dus die zit in de zak nu. Oh, maar dat komt nog. Komt nog. In ernst, dames en heren, er zijn weinig collega's met wie ik zo verschrikkelijk veel genoegen kijk als Willem Ruis. En... Doe nou maar kalm aan, Willem. Kom goed. Ik sleep je erdoor. Ja? Fijn. Ja, wat moet je nou met zo'n jongen aanvangen? Dat groeit op voor galgenrad. Dat kussen bijvoorbeeld, hè? Ja. Nou, dat vergeef ik nog. Maar ook je en jou zeggen tegen oudere mensen. Nou, dat is waar wat je nou zegt. Ja. Het is heel erg pijnlijk soms. Inderdaad, zeer zeker is inderdaad. Ja. Maar dat kussen, dat doen ze in het land van de cognac toch allemaal met... Ja, accolade noemen ze dat dan. Is accolade. Nou, dat is wel hetzelfde. Accolade, bij ons heet dat gewoon zoen. En daar is het een accolade. Train jij daar nou lang voor? Nee, ik heb gewoon 2 ouders die ontzettend veel van mij houden en die mij daarin opgevoed hebben en die dus alsmaar zoenden met mij. En ik wil dat overbrengen, dat gevoel. Onzin, hè? Over die, ik vind ze onzin om over die zoen, alsmaar. Wat me zo aantrekt in jou, hè? Nou, laat ik het anders formuleren. Ik wou eens vragen met die namen, hè? Heb je je vroeger niet Willem O. Ruis genoemd? Ja, ja, ja. Willem Nul Ruis. Oh, dank u. Dank u. Maar ik wil toch eens van jou... Krijg jij wel eens post die eigenlijk voor mij bestemd is? Nou, over het algemeen de rekeningen. En die stuur ik door naar Willy Ruis, want die woont ook in Hilversum. Oh, prima. Dat is de acteur, dat weten we, de hoorspelacteur, ja. En acteur Willy Ruis. De dikke deur, die krijgt dus alle post voor ons beiden eigenlijk. Ja. En hij is daarmee bezig dus om dat te beantwoorden ook. Want er zitten hele leuke brieven tussen. En die stuurt hij nooit door. Zijn er nou dingen, Willem, die jij in die lange jaren zo graag eens aan mij had willen vragen? Je hebt nu de kans. Ja, het punt is, ik had je graag op schoot willen nemen. Dat hou je niet, jongen. Als buikspreekpop. Dat hou je niet, dat trek je niet. Maar ik heb niet het maskertje meegenomen waarvan ik dacht, dan wordt het een goed nummer. Want... Ik wil wel even op je schoot gaan zitten. Zullen we het proberen? Nou, dat wel doen. Ja, nee, daar heb ik van gedroomd. Nou, wil jij de pop? Moet je op, dus mijn hand, dit. Die hand gaat altijd achterin op de mechaniek, hè? Dus jij hangt nog naar voren, hè? Huh? Ja. Ik zal direct, dames en heren, een glas jus d'orange opdrinken, terwijl ik dan tegelijkertijd Willem laat zeggen hoe hij het vindt zijn laatste vuist te hebben. Ogenblikje, Willem. Kan je een stukje omhoog, want ik ken niet bij de jus d'orange. Ja, ga zeggen. Zo, Willem, zeg jij eens braaf tegen alle mensen wat je altijd iedere avond zegt. Goedenavond, dames en heren. Leuk dat u er allemaal weer bent. En vooral ook voor mijn baas hier naast mij. U bent met zoveel. En wij hebben een heel leuk programma vanavond, geloof ik. Heel goed gezegd, Willem. Nou, nog 1 keer die aankondiging. Wat zeg je altijd als de strijkers van Rogier van Otterlo komen? Dames en heren, vooral het zoetgevooiste geluid, ook met het houtwerk van Rogier, zoals hij dat pleegt te schrijven, die tegenstem daarbij. En dan natuurlijk het virtuose, altijd de pan uitswingende. Wat zo'n ontzettende lange adem, zeggen ze. Ga door. Mondharmonica-spel van de kleine Belg Jean Toets Tielemans. Dat weet mijn oor zo te strikken. Ja. Nou, dat gaan we dus doen door het land, daarom stopt Willem dus met de vuist. En volgende week staan we in Appelscha. In het Stadstheater.